We zijn hier op de zolder van het kloosterhotel en in de beginjaren was hier ook een grote slaapzaal van de nonnen. Hier sliepen dan 25 nonnen, ieder in hun eigen chambrette, dat kleine privéplekje voor elke non. En de ramen waren op die zolder heel bewust heel hoog geplaatst. Waarom? De nonnen mochten niet contact hebben met de buitenwereld, met het alledaagse leven, maar moesten toch vooral richting onze lieve Heer gericht zijn. Dus toen ze dit gebouw de bestemming wilden geven voor een hotel, was er een probleem. Want wie wil er in een kamer slapen waar je niet naar buiten kan kijken? En daar hebben ze het volgende op gevonden. Er is een podium gebouwd en op dat podium is het bed en zijn de meubels gesitueerd, waardoor je nou wel hier mooi naar buiten kunt kijken. Nou, het leuke is, bij de inrichting en aankleding van het hotel zijn er heel veel referenties naar het verleden en naar de nonnen. Ze waren ook heel ijverig met borduren en met naaien. Dus op alle bedden ligt een hele mooie loper met een borduurwerkje. En op deze kamer zie je ook een echt borduurwerkje van onze lieve vrouw met het kindje Jezus. Er is een bijbel, een hotelbijbel, waar de informatie in staat. Het is niet een echte bijbel, maar een informatiebijbel. Je ziet het ook aan deze lamp, een rozenkranslamp. Dus overal kleine, mooie linkjes met het rijke kloosterleven.